toch wel leuk. Vind je een beetje miezerig? Dat is een beetje miezerig. Een beetje miezerig. We zijn begonnen. Wat leuk. U kijkt alweer. En we hebben een heel interessante uitzending voor jou. Zeg maar jou. We gaan tutoyeren. Voor jou in petto. We hebben een hele leuke uitzending voor jou in petto. Voor jou ook in petto. En voor jou ook in petto. We hebben een soort filmprogramma. Ik ga tempo maken. Maar we hebben ook een filmprogramma. We besteden aandacht. Ik word nu wel emotioneel. We besteden aandacht aan Tim Oliehoek. We besteden aandacht aan de film Jongens, die een internationale roulatie gaat krijgen. Maar ik ga eerst even overschakelen naar Dominee Gremdaert. En Mark Staring, die komt natuurlijk ook in de uitzending. Gaat ook over de roze filmdagen. Maar ik ga even overschakelen naar Dominee Gremdaert om te vragen. Waar gaat u het over hebben? Weet u wel waar het over gaat hebben? Wat lekker dat ik weer in de uitzending zit. Ja, ik ben een beetje narcistisch. Ik hoor trouwens dat Tim Oliehoek bij u in de vensterbank zit, mevrouw Dolman. En ik ben daar enorme fan van. Ik hoop dat u hem loskrijgt, want hij heeft heel veel te vertellen, deze Tim. En nou, ik zie dat er nu alweer twee mensen naast u zitten. Gaan we lekker tempo maken. Naast mij Chris Westendorp en Jaap Peter Enterlee. Dat zeg ik goed, hè? Ja, klopt. Toch, ja, want ik ben altijd heel slecht in namen. Maar zij hebben het scenario geschreven van de prachtige film Jongens. En die is, het is ruim een maand geleden, is die 's ochtends uitgezonden op Zeppelin, hè, Nederland 3. Gaat over, nou zeg eigenlijk, zeg maar waar het over gaat, want anders hoef ik niet eens te interviewen als ik zelf alles ga vertellen. Want Chris, waar gaat, ik zeg even met de vingerkamer, anders dan denken mensen, wat heeft ze, waarom heeft ze dat in de hand? Maar, het gaat eigenlijk over een jongen, sigarjongen van 15, die verliefd wordt op een jongen, maar dat helemaal niet wil. Oh, het ook niet wil. Toch? Ja. Daar ben ik het eens. En kwam het idee, even nog zo dichtbij, en dan, daarna hou ik hem weg ook hoor. Want anders dan, kan heel veel mensen die vinden dan dat ik te dichtbij kom. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ja. Maar was het jullie eigen idee om die film te maken? Nou, niet helemaal, hè? Ja, eigenlijk vonden wij het niet zo'n heel goed idee om een film te maken over een jongen die verliefd werd op een jongen. We dachten, ja, wat is daar nou voor nieuws over te vertellen? Oh. Maar we raakten overtuigd en toen hebben we het al helemaal naar onze hand gezet. Ja. Ja, Michel Kamp wilde heel graag een film over jongen die ontdekt dat hij verliefd was op een jongen. We wilden eigenlijk niet een soort coming-out film zoals je die wel kent. Dus een jongen wordt verliefd op een jongen en we vinden het dan heel moeilijk om dat aan zijn omgeving te vertellen en... Daar hadden we eigenlijk niet zo'n zin in. En toen zijn we eigenlijk gaan zoeken van, wat is dan onze ervaring? En toen kwamen we heel erg op, wat volgens mij ook heel universeel is, dat je eerst zo'n worsteling met jezelf hebt. Dat gaat er nog aan vooraf. Je gaat niet gelijk iets voelen op je kamer en dan naar beneden. En dus, wat wil je zeggen? Ja, dus je gaat eerst nog met jezelf. En dat is Sieger, de hoofdpersoon in de film, doet dat ook. Dat hij het ontdekt. En dan moet hij daar eerst heel lang toch wel even op kouwen. Ja. Want dat dan... Is. Nou, maar dat vind ik ook, dat is ook heel goed gezegd. Maar ik denk meteen, mensen willen nu een fragment zien of een trailer van de film Jongens. En misschien kunnen we daar eventjes naar kijken. Klaar. Dit zijn Mark en Tom. Dat zijn ook twee hele snelle lopers. I miss the lifetime's insanity. It's super dick. Hey, we gaan zo weer zwemmen. Yep. I give my poetry to charity. Hey, team van 12. Met een paarse jasje. Nice. Nice. Hey. Ah. Ah. Oh, wat een show, dan. Ik ben geen homo. De film is uitgezonden en hij komt ook op DVD. Hè? Dus als mensen die nu geprikkeld zijn, die kunnen hem op DVD. Hij komt nog op DVD. Hij komt nog op DVD, eind mei. En zijn er veel reacties opgekomen? Want ik kan me toch ook voorstellen, het werd 's ochtends uitgezonden. Kleine aankondiging zag ik in de Volkskrant. Maar zijn er reacties opgekomen?
Er zijn ontzettend veel reacties opgekomen. Ja. Er zijn we ontzettend over verbaasd eigenlijk hoe ontzettend goed hij het heeft gedaan. Oh. Soms is hij goed bekeken, maar het lijkt alsof iedereen het aan elkaar doorgeeft van die film moet je zien, die film moet je zien. Dus online wordt hij ontzettend veel bekeken. Het kan natuurlijk nog meer. Ja, maar, en ook waren er ook negatieve reacties? Van EO mensen of zo? Of van... Nee, helemaal niet. EO heeft trouwens een homofiele dramaturg op het moment, dus... Daar verwacht je niet te veel van, toch? Is dat zo? Ja. Oh. En mag je daar ook voor uitkomen? Kan... Ja, dat weet ik niet. Dat, weet ik niet. dat is natuurlijk... Misschien moet je dan die film zien. En hoe weet je dat eigenlijk? Oh, die hebben we ook een telefilm. Die hadden we ook daar ontmoet. We hebben mee gegeten toen. Ja. Ja. Maar toen heb je, nee, we denken dat toch? We weten het helemaal niet. Jawel. Je hebt het gevraagd. Ja. Maar goed, dat doen we gewoon uit de kast, zeg maar, ons programma. Dat was één kritiek dingetje, volgens mij. En dat was omdat het ook een film is voor Zep. Dus sommige mensen vonden dat het te weinig ver ging qua seks. Omdat die jongens ook gewoon 15 zijn, dat je dan denkt, ja, die doen wel iets meer dan alleen... Met de bel, dat zou Tim Oliehoek zijn, want die komt straks in de uitzending. Maar dat het, natuurlijk ook zo natuurlijk, jongens van 15, ook hetero jongens die experimenteren wel. En dat zat in de film inderdaad niet. Nee. Maar daar hebben jullie bewust voor gekozen. Ja, ja, maar dat waren, voor sommige mensen was het net iets te braaf of zo. Of iets, of zeg ik nou eens. Ja, de Volkskrant schreef dat, ja. 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 En waarom hebben jullie het niet gedaan dan? Het is ook een film voor Zep Biels, 9 uur 's ochtends. En we vonden, eigenlijk ging het ons niet zozeer daarom. Het ging meer over wat is er voor hem, wat gebeurt in zijn hoofd en wat zijn de keuzes die hij maakt. En waarom durft hij wel en dan weer niet en dan weer wel toe te geven aan wat hij voelt. Ja, en dat kwam ook heel goed over. Ik vond het ook wel het mooie, juist het subtiele en het poëtische eigenlijk. Ja. En anders dan... ik heb ook voorstellen dat het dan juist meteen plat wordt als ze enorm gaan bekken en broek naar beneden en pijpen, weet ik veel, wat jongeren allemaal doen. Omdat, dat moet je niet in beeld brengen, vind ik. Nee. Je moet, mensen kunnen, het is ook voor jongeren zelf leuk dat ze denken van, goh, zij eindigen daar en daar kan ik weer beginnen. Nou, dat is heel mooi gezegd, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. En jullie hebben alle vrijheid gehad ook om... om het scenario. Is het helemaal gemaakt ook? Heeft de... Mariska. Oké, helemaal niet Mariska. Oh. Ik was nog aan het zoeken. Nee, sorry. Maar Mischa Kamp, heeft u precies jullie scenario gevolgd? Best wel. Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel met elkaar overlegd tijdens het schrijven. Dus was Mischa ook altijd wel bij betrokken. De producent ook, Pupkin. Ja. Maar wij volgens mij... Hebben we eigenlijk, wat zijn de hele grote dingen niet? Nee, helemaal niet. Nee. Wat voor ons heel belangrijk was, dat het op laatst eindigde met dat hij voor zichzelf koos wat hij wilde. En dat er geen coming-out scène was van, ik vertel mijn vader en ik ben afhankelijk van wat iemand anders vindt. En daar hebben we bij het schrijven heel erg over gehad. Maar toen we iedereen helemaal om hadden, waren ze mee, toch? Want hij komt eind mei komt hij op DVD, dus uit de DVD. Ja. De DVD komt eind mei op DVD. De film komt eind mei op DVD uit. En dan gaat hij over de hele wereld ook. Nou, hij is verkocht aan Amerika, Duitsland en Frankrijk. Dus daar komt hij in de bioscoop. Daar zullen kleine bioscopen zijn. Dus, dat weet je niet. Dus dat is wel... Je moet gewoon meteen ervan uitgaan dat het in grote bioscopen komt, dat een wereldsucces wordt. Nou, hij komt in hele grote bioscopen uit. Over heel de wereld. Ja, maar het is wel internationale belangstelling. Dus ook dus de volgende stap is een beetje dat een internationaal filmfestival hem gaat oppikken. Dat hij daar dan ook... Het zou best nog een lang leven kunnen zijn met die jongens. Nou, wat leuk hè, dat we dat ook stimuleren. Dat mensen op die manier idealistisch doorgaan. Zijn jullie dan met een nieuw project bezig? Ja, zeker. Eigenlijk vooral nu een project over een band, een groep dertigers die met elkaar weer aan tour zijn. Ze zijn nooit succesvol geweest, maar nu worden ze alsnog succesvol. En tijdens de tour ontdekken ze dat ze allemaal toch wat veranderd zijn in de loop der jaren. En is de vraag of ze toch wel door moeten gaan als band of niet. Oh, wat, dat is wel een mooi thema. En ook herkenbaar, hè? Want je hebt heel veel bands die dus niet succesvol zijn. En dan na 10 jaar denken, misschien zijn we nu wel succesvol. En dat er dan allemaal problemen bovenkomen. En dat ze dan weer na een periode denken van, ja, misschien zijn we nu wel succesvol. Maar nu hebben we er geen zin meer in. Ja. Je vertelt te veel. Ja, dat is ongeveer. Ja. Ja. Nou, bedankt dat jullie het hebben willen vertellen. Mag ik je kussen? Ja, zeker.
vind ik altijd zo fijn in de vensterbank. Want dan heb ik al. Vind je vriendin dat niet erg, hè, toch? Nee, ik vind ze leuk. En dan gaan we naar Mike Staring. En die besteedt aandacht aan de roze filmdagen. Die dit keer alleen maar in Amsterdam zijn. De beroemde roze filmdagen. Van 13 tot en met 23 maart is het in Amsterdam. Over naar Mike Staring. Hey, hallo Margreet. Van 13 tot en met 23 maart vindt onder andere hierachter in het Ketelhuis de 17e editie alweer plaats van, jawel, de Roze Filmdagen. En ik heb het programma alvast doorgenomen, een heuse krant, een aanbod, fantastisch. Laten we even kijken naar een sneak preview. I'm here. The great work begins. You're shirtless for a living. I'm shirtless for a shower. Werner, we zagen net al een kleine sneak preview van de 17e editie van de Roze Filmdagen. Jij bent een van de programmeurs. Ja. Hoeveel films heb je bekeken? Nou, ik denk een paar honderd. Maar er zijn er maar 118 door de selectie gekomen. Dus dat lijkt me toch aardig wat. Oké, kan je een tipje van de sluier oplichten wat de openingsfilm wordt? Dat is een Canadese film, Franstalig. Hij heet Tom à la Ferme, ofwel Tom at the Farm. En dat is van Xavier Dolan. Het is een psychologische thriller. En het gaat over Tom, die naar, gespeeld door Xavier Dolan zelf, die naar een plattelandsdorpje gaat in Canada, al waar zijn vriend begraven wordt. En, maar de hele familie weet niet dat die jongen homo is, was in dit geval. En, maar er gebeuren allerlei rare dingen in het zo. Maar het is echt een ongelooflijk spannende, mooie film. Nou is het crisis, ook in filmland neem ik aan. Was het niet moeilijk om, was er een ruime keus? Je merkt dat er minder gemaakt wordt. Er wordt sowieso worden sowieso minder films gemaakt. Maar zeker ook voor de community, zoals dat dan zo zoals het heet. Dus ja, het wordt minder. Maar wat er gemaakt wordt, is dan ook wel heel goed. Dus men denkt goed na voordat we überhaupt een cent uitgeven om een film te maken. Dus de kwaliteit is nog steeds erg hoogstaand. Dat is heel fijn. Het is nu nog vrij rustig hier in het Ketelhuis. Is het Ketelhuis ook een van de vaste locaties? Ja, dit is de hoofdlocatie. Het is nu nog stilte voor de storm, maar straks dan staan er weer rijen dik. Dus iedereen goed van tevoren je kaartjes kopen, anders dan heb je pech en mis je mooie films. Maar inderdaad, er is meer dan het Ketelhuis dit jaar, want we breiden langzaam uit over het hele Westergastterrein. En tegenover hier het is het MC Theater. Dat is in het eerste weekend ook een locatie waar verschillende evenementen en feesten zelfs. De danseretten zit hier. Maar ook op het Westergastterrein worden lezingen gehouden bij Toon. En er wordt een expositie gehouden, er kan gegeten worden. Allerlei dingen gebeuren hier. Dus, Want het is niet alleen films kijken, documentaires kijken, shortmovies kijken. Er komen ook gasten, regisseurs, acteurs. Er komen een aantal regisseurs. Op dit moment zijn de mensen nog bezig om hun tickets te boeken en gaan we wel of niet komen. Maar een van waar ik het meest al nu naar uitzie is denk ik de aanwezigheid van Anna Margherita Albelo. Die een fantastisch film heeft gemaakt, Who's Afraid of Vagina Wolf. En zij komt met haar... Je hoort het goed, hè? Je hoort het goed. En haar legendarische vagina suit, die neemt ze mee. Die zit in de film, maar daar treedt ze ook mee op. En die neemt ze mee. En alle vrouwen zullen dat waarschijnlijk zijn. Ze kunnen daarin zelf een foto laten maken met het fantastische vagina pak dat ze heeft. Ja. Naast films ook documentaires, net zoals elk jaar. Wat voor documentaires kunnen we nu verwachten? Heel divers. Ik bedoel, documentaires zijn in eerste instantie voor de verdieping, zoals we zeggen. Maar ze zijn natuurlijk ook heel onderhoudend. Het gaat van echt heel serieus over LGBT-rechten, maar ook over het leven van bijvoorbeeld Divine. Wat
ja, heel excentriek en uitbundig, vermakelijk vooral is. She was simultaneously sexy and monstrous. Is she gonna screw me or eat me? Maar ook we duiken onder in de SM-wereld. Bijvoorbeeld met Kink. Dat is een fantastische documentaire die opvallend grappig is juist. Terwijl je dat niet zou verwachten met een dergelijk onderwerp. We are going to spank you. Because it feels good. Jullie zijn een samenwerking aangegaan met Expresso. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we willen graag wat meer jongeren naar het festival trekken. En ze bekendmaken met wat we doen. En dat het voor hun ook heel erg leuk is. De GBF. It stands for. I know what it stands for. Gay best friend. We vertonen heel veel films met jongeren. En heel specifiek op zaterdag 15 maart is er een Espresso Jongerendag. Wat ik me van vorig jaar kan herinneren, daar hangt altijd zo'n lekkere sfeer. Kan jij dat verklaren? Ja, want één keer in het jaar is het hele ketelhuis van ons, voor de community. En een echt ons kent ons gevoel. En volgens mij is dat een van de sterke pijlers van het festival. Naast film kijken ook het ontmoeten heel belangrijk is. Waar kunnen de mensen behalve in de krant nog meer informatie vinden? Op onze website natuurlijk, rozefilmdagen.nl. En daar is ook de krant, als je niet in Amsterdam woont, de krant digitaal te vinden. Een heel mooi festival. Dankjewel. Nou, wat een leuke uitzending hebben we weer. Hè? Wat interessant. Ook die filmfragmenten en die roze filmdagen. Ik ben niet voor afscheidingen. Tenminste, dat je de homo en de hetero en de bi en alles hebt. Maar het is toch wel eens fijn als je gewoon een hele week één richting uit kan kijken. De roze richting. Ik ben met dokter Valentijn met Interrail door Europa gegaan. En meer door het oosten van Europa. We hebben al 2 afleveringen laten zien. En nu gaat u kijken naar de 3e aflevering. En die 3e aflevering, kan ik er wel van zeggen, die gaat van Boedapest. Ik heb hem niet bij me. Ik laat zo wel even nog zien. De Interrail van Boedapest naar Wenen. Gaat u mee? En dit is het Gellert Hotel. Het Gellert Hotel. En dit is onze slaapkamer. We waren net opgestaan. Hadden ze ook zin in een ontbijt. Maar ik dacht, ik laat eerst eventjes zien wat voor kamer wij nou hoeveel hebben. Kijk, we hebben uitzicht op de Donau. We hadden ook een kamer kunnen nemen zonder uitzicht op de Donau. Was wel goedkoper geweest. Maar ja, dan heb je dit niet. En dit is toch ook wat waard. Het Gellert Hotel werd geopend in 1918. Dus het is al bijna een eeuw oud. En dit is de Vrijheidsbrug die je ziet. Daar heb ik het straks nog over. En dit is de ontbijtzaal. Moet je kijken wat mooi. Ze hebben niet in de gaten dat ik een vingercamera heb. De grootste ontbijtzaal die ik ooit gezien heb. Ja, de grootste ontbijtzaal. En dit is de tuin van het Gellert Hotel. Het is zo fantastisch, want ze hebben 3 zwembaden. Een binnenbad, een buitenbad en een golfbad. Maar ook nog een thermisch bad. En dit is het golfbad. Moet je kijken, wat leuk om daarin te zwemmen. In dit golfbad. Ze zijn wel echte golven. Ja, het zijn echte golven. Ze zijn wel echte golven. Ja, zeker. Het zijn zeker echte golven. En zo, wat fijn dat dat soort hotels ook nog bestaat ook, hè. In Nederland heb je ze ook nog wel, maar dan niet aan de Donau. En dit is dus de Vrijheidsbrug. Hier loop ik over de Vrijheidsbrug. En het is een van de 9 Donaubruggen in Boedapest. Vroeger heette deze brug de Frans-Jozef-brug. Naar de Habsburger vorst die de brug ook opende. Maar in de Tweede Wereldoorlog werd de brug verwoest. En in 1946 werd hij heropend en kreeg hij de naam Vrijheidsbrug. Wat leuke weetjes, hè? Kijk. Och, wat fijn. Hier. Eigenlijk moet je langer in Boedapest blijven. Maar hier zitten we alweer op het station. Want we moeten de trein nemen naar Wenen. Naar Wenen. En dit is de Railjet, een hoge snelheidstrein van Boedapest naar Wenen. En ik hou zo van de sfeer
van treinen die op het punt staan om te vertrekken. Sommige mensen hebben spanning op het station, vragen zich af, waar ga ik naartoe en wat heeft het voor zin? En ben ik niks vergeten? Ook zo'n spanning. En andere mensen die genieten echt van de sfeer. En ook van de sfeer in de trein, maar ook van de sfeer lopen over het perron op weg naar de coupé die je gereserveerd hebt. En wij hebben een eerste klas coupé. Dan heb je wat meer ruimte en wat meer luxe. First. Kijk, doen we hem open. Oh, wat heerlijk. Wat een spanning ook wel. Ik heb zelf ook wel geluksspanning dan. Ik ga weer naar binnen. Kijk, niemand heeft in de gaten dat ik met mijn vingercamera aan het, ik wil zeggen vingeren, maar aan het filmen ben. Ik reserveer altijd een tweepersoonsplaats, dus twee stoelen met een tafeltje ertussen. Want dat vind ik gezellig, zo'n tafeltje. Kijk, die gaat zo uit en zo weer naar binnen. Dat heeft wel sfeer. Bovendien, als je gaat eten en drinken, dan kun je je glas makkelijk neerzetten. Maar je zit ook tegenover elkaar, wat ik ook fijn vind. Kijk, een afvalbakje. Een leuk pictogram, hè? Nou, dan gaan we zo vertrekken. De dokter doet de koffers eventjes in het bagagerek. Lekker zitten. Oh god, de serveerster van het baarrijtuig laat wat vallen. Een leuke serveerster, leuk japonnetje. Oh, dat zou ik ook wel willen hebben. Strak ook, hè? Lekker strak, lekker geil. En hier gaan we alweer over de Donau op weg naar Wenen. En dat duurt een aantal uren, een paar uur. En heerlijk. Daar komt de conductrice. Oh, wat een fijne vrouw. Streng. Ze lijkt een beetje op Frank Houthapper. En moet ze controleren of onze interrail wel goed is. Maar het is goed hoor. Heb ik allemaal, dit is mijn interrail. Ja hoor, kijk een kabeltje. Lijkt me fijn om naast die vrouw wakker te worden. Zo, heb je goed geslapen? Ja, wel goed geslapen. Nou, gaat er ook ze let ondertussen ook op anderen, zie je? En nu, ja. Een belangrijke taak die ze heeft, hoor. Hier ook een krabbetje. Dat is goed, hoor. Nou, fijn. Naar de volgende toe. En hier krijgen we de drank. Oh, wat een fijn meisje, hè? En we willen ook nog wat eten. Ja, dat is goed ook, hoor. We mogen ook wat eten. Maar die flesjes moeten ook, ja, dat is voor ons. Maar die flesjes moeten ook opengemaakt worden. Die flesjes. Even kijken hoor, waar heeft ze de opener? Ja, een beetje. Nou, dat gaat lastig. Ik hou hem wel even vast. Dat gaat makkelijker. Zo, ja, en wops. Ja, kijk eens in de camera. Ja, dat is een camera. Ik zat het helemaal niet in de gaten. Kijk, dan mag ik zelf inschenken. Moet je kijken, wat heerlijk, hè? Oh, gezellig, ik vind het altijd zo gezellig. Drinken in de trein en ondertussen rijden en genieten van het uitzicht. En dan maar lekker een slokje dit en een slokje dat. En ik krijg dan ook, dat heb ik ook dan, dan heb ik zin in een wc-controle. Ik weet niet waarom, maar dan heb ik ineens zin om naar de wc te gaan en om te controleren wat dat is en hoe de wc eruit ziet. Dat vind ik ook belangrijk. En misschien ben jij er ook wel nieuwsgierig naar. Maar hier eerst eventjes dit nog. Ja. En nu op weg. Zie je? Dat zie je in Relewee niet. De wc's, die worden altijd overgeslagen. Maar de wc's horen er ook bij. Ik vind het gewoon discriminatie. Als je de wc van een trein overslaat. Kijk hier. Dit is een, hier gaan we naar binnen. Zie je? Wel dicht doen. Ik heb geen zin in pottenkijkers. En dit is het. Als je hierop drukt, dan gaat hij spoelen. De wc, dat is bekend. Waarschijnlijk spoelen ze biedt een nieuwe bij een schrassende dekker. En hier is voor het water. Hier komt echt water uit, maar je mag het niet drinken in de trein. Maar het is wel. En dit is voor de blower. Om je handen af te drogen, ook een bekend verschijnsel.
Maar het ziet er wel leuk uit, die wc. Maar goed, ik heb er nou wel genoeg van. En dan gaan we door naar de super eerste klas. Want wij hadden gewone eerste klas. Maar nu gaan we naar de super eerste klas. Dat is nog luxe. Dit zijn echt luxe mensen, hoor. En dan heb je... Hier heb je dan compartimenten, open compartimenten voor z'n drieën. Dan heb je drie stoelen. 1, 2, 3. En er zijn ook wel leren stoelen, luxe leren stoelen. Lekker ruim, ook voor wat bredere mensen. Zie je? Nou, volgende keer ga ik daarin zitten. Maar nu op weg naar Wenen. Ik hoop dat u genoten hebt. Dat ik dit nog kan zeggen. Ja, heel goed. Ja. Hoe is je naam ook weer? Zo precies. Ik wil toch gewoon, de lul eraan, hè? Ik mis gewoon die lul. Arie. Ik durf dat soort dingen niet te zeggen. Oh ja, met dat begrijp ik je. Het is mooi. Die zaal, die was helemaal. Yeah. Ja! Dat is een goede truc. Die hele lange uithalen. Ja. Ja. Naast mij zit Tim Oliehoek en hij is een van de allerbeste filmregisseurs die we op dit moment hebben. Nou. Ja, en ook bescheiden en ook knap ook. Ja, maar dan moet je niet zo dichtbij met zo'n fish island natuurlijk. Dit is niet echt fish eye. Nee, het is niet wat van deze. Nou, een beetje wel, hè, maar... Het is wel... Ja, je hebt er wel verstand van ook. Ja, precies. Maar je kunt het hebben. Ja, nog wel. Ja, precies. Maar ik ben van de week ook 35 geworden, dus dat gaat snel. Want op welk moment zou ik het niet meer kunnen hebben dan? Ja, dat is bij Indo's is het ook... Op een gegeven moment gaat het... Bij Indo? Ja, een kwartje. Op een gegeven moment hebben ze zo'n omslag en dan gaan ze allemaal een beetje op aapjes lijken. Oh, ja. Ja. Och. En discrimineer je dan niet je eigen achtergrond? Bij deze. Ja, maar apen zijn ook heel leuk en lief en knuffelbaar. Je mag een aap ook weer niet discrimineren. Ja, ik zeg het heel lief, aapjes. Mijn oom was heel lief, hoe ouder ze werd, ze ging steeds meer over een aapje lijken. Heel lief aapje. Ja. Je oom? Oma. Oh, je oma. Ja. En hoe oud is die geworden? Mijn oma, 90. Dat is wel oud. Oh, ja, dat is wel oud. Ja. En je moeder leeft niet meer? Hè? Nee. En je hebt een Indische moeder en een Indische vader? Nee. Mijn moeder die was dan half en mijn vader heel. En dan, ja. krijg je een kwartje. Ja, die krijg je een goede filmregisseur dan. Maar ben je vroeger wel eens gediscrimineerd? Nou, ik kom uit een dorpje, 2500 inwoners. En daar was ik wel de donkerste. Oh. En toen, dus wel eens één keer iemand die tegen me had gezegd, ga toch jatten met je kleur. Oh, ik dacht, wat gemeen, hè? Ah, ja, dat is allemaal. Maar hoe oud was je toen? Hoe oud was ik toen? Een jaar of 10 of zoiets. Oh, wat gemeen. En ik ben eroverheen, hoor. Nou ja, jammer genoeg. Want het is leuk als je er niet overheen was, dat het nog allemaal... Dat terugkomt in de films en zo. Dat je iets niet verwerkt hebt. En dat je ogenschijnlijk het wel verwerkt had, dacht. Ja, nee, ik heb wel aardig wat actiefilms gemaakt. Misschien dat het dan onbewust... Maar wat voor jongetje was het dan? Dan gaan we over iets anders over hebben. Maar wat voor jongetje was het dan? Die zei van, ga je niet jatten? Een Arisch jongetje. Een blond haar. Echt wit, maar... Ja, het is toch helemaal niet meer zo belangrijk. Ik bepaal wel wat belangrijk is. Het is geen film, maar een interview. Ja. En hoe reageerde je daarop? Dat is ook belangrijk. Ik begreep het niet helemaal waarom hij dat zei. En wat mijn huidskleur daarmee te maken had. En wat ging je toen wel tegen je ouders zeggen dan? Had ik dat gezegd? Ik heb het tegen mijn broer gezegd, want het was weer een vriend van mijn broer. Dat heb ik toen wel tegen mijn broer gezegd. En hoe reageerde die dan? Die heeft toen wel even naar die vriend toegelopen en opgebeld. Van mij moet je dat niet meer doen. Ach ja, en dat heeft hij ook... Dat kan averechts werken natuurlijk, hè? Ja, maar kinderen pesten elkaar, dat doen ze. En dat, ja, als ze elkaar zien en iemand ziet er anders uit, dan gebruiken ze dat om te plagen. Ja. Ja, maar plagen is weer iets anders dan pesten. Ja, want, plagen is liever, ja. Ja, en nu vind jij ook... En daar gaan we het over de film hebben, hoor. Maar vind jij ook dat het soms wat overdreven wordt, dat pesten? Dat kinderen ook de ruimte moeten hebben om te plagen? Ja, plagen is natuurlijk niet heel...
heel erg. Maar pesten, het gaat steeds verder natuurlijk ook met, met al die mobieltjes en online. Ja, dat is en laf. Dat is natuurlijk eigenlijk de meest laffe manier van pesten. Maar je moet het niet onderschatten. Zeker in die leeftijd als je kind bent en puber wordt, dan is dat een van de belangrijkste fases in je leven. Dat je jezelf moet ontdekken. Ja. En dan ben je onzeker. En als mensen dan je pesten en plagen, dan kan dat harder aankomen. Ja, en in jouw tijd was er nog geen internet. Nee. Ik kom uit de analoge tijd. Ja, nou dat is toch wel weer fijn, hè? Dat je analoog gepest bent. Ja. Dat is, ja, ik heb er nog helemaal niet zo over nagedacht, maar volgens mij kan ik het nu afsluiten. Ja, leuk, ja. Is dat dan. En was je toen al, toen ze zeiden van, ga je niet jatten, voelde je toen al homo? Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Nee, toen speelde ik nog soldaatje en die A-team en Knight Rider voor ook. Nee, was ik 9, denk ik zo, wat zei ik nou, 6 of 10? Ja, een beetje die leeftijd, daar ben je niet helemaal mee bezig, nee. Nou ja, heel veel mensen die hebben dat wel ook hoor. Dat ze op 7-jarige, 8-jarige leeftijd. Ja? Dat ze al, ik had toen al wel lesbische neigingen. Later is dat wel weer weggegaan, maar dat had ik wel. Want op welk moment dacht je toen wel van hé. Nee, in de puberteit. Dat je dan, dat dan Baywatch op tv kwam en dat je dan niet naar Pamela Anderson keek, maar naar. Ja, je had zo'n Franse. Knappe jongen met zo'n sixpack. Alain Delon? Oh nee, dat niet. Nee, andere tijd. En ik had zoiets van, waarom vind ik Pamela Anderson helemaal niet leuk? Oh. Ja. Maar dat is wel, maar achteraf is dat toch een hele mooie periode. Want mensen denken altijd, ja, ik moet zo worstelen. Maar een worstelperiode, dat geldt ook voor de jonge mensen die nu kijken. Heeft ook iets melancholisch en iets moois, een worstelperiode. Hè? Dat je dacht, waarom vind ik Pamela Anderson niet dat mooi? Dat je dat afvraagt. Ja, dat je afvraagt. Dan, ja. En sprak je daar met anderen dan ook over? Oh, nee, eigenlijk niet. Kwam toen schaamte boven? Ja, nee, want iedereen had het over Pamela Anderson en ik niet. En dan deed ik maar een beetje mee. Ik deed wel een beetje mee. Dat je een geile tieten heeft, hè? Ja, groot. Ja, lekker een grote tieten. Ja. En dat je ook zo meedoet, hè? Ja, precies. En dat je dan heel mannelijk probeert te blijven. En, ik kwam wel achter dat ik jongens toch wel echt heel leuk vond. En dat heb ik toch wel een tijdje geheim gehouden, ja. Ja. En dan ondertussen, en hoe gedroeg je mannelijk dan? Nee, ik zag, mijn vader kocht op een gegeven moment een videocamera en toen ging hij mij opnemen. En toen zag ik dat terug en toen keek ik naar mezelf en ik lijk wel een meisje, ik ben een beetje verwijfd. En, en dat vond ik zo erg. En toen ben ik daar een beetje op gaan letten. En ik denk dat ik, toen ben ik mannelijker gaan doen. Nu laat ik het allemaal weer los. Ja. Maar dan durf ik gewoon zo te zitten, dat maakt me niet uit. Ja, en je hebt ook mooie schoenen ook. Ja. Dat zijn ook echt geen meisjes. Blauw, ja. Leuke broek. Oh, dan gaat deze weer. Hollands Roem gaat dan voor je voorbij. Nou goed. Maar, dus toen dacht je ook van, maar je gedraagt je toch mannelijk. Maar goed, als je niet mannelijk gedraagt, dat maakt ook helemaal natuurlijk niet uit. Ja, ik was er heel erg mee bezig, maar nu niet meer. Nee. Gelukkig, want dat kost een hoop energie. Als je daar altijd op moet letten. Ja. En op welk moment had je dan, en daarna gaan we het over je film hebben hoor, en ze hebben geen tijd meer hebben, maar op welk moment had je dan, dat je dacht van nou ik heb er nou genoeg van het verbergen, ik heb nou zin om gewoon te zijn wie ik ben? Nee, ik was verliefd en al 1,5 jaar. En we hadden ook een relatie, en met Sander, waar ik nog steeds mee ben, 17 jaar inmiddels. Op een gegeven moment ben je dat gewoon zat en dan moet je het vertellen. Maar je 1,5 jaar in het geheim? Ja, in het dorp, in het geheim, ja. Oh, maar dat is, en in welk jaartas spreken we dan, zitten we dan? In welk jaar zitten we dan? Volgens mij werd het 1999. Dus dan zou je zeggen, dan is iedereen modern en dan is iedereen is ruim denkend. Ja, maar het is meer dat je, hoe je er zelf over denkt en hoe je wil dat andere mensen naar jou kijken. Ja. Ik had er geen zin in dat mensen mij als de homo zien. Ik wilde gewoon de filmmaker zijn en niet de homo. Ja. Snap je? En op die leeftijd denk je dan altijd, ja, wat denken andere mensen van mij? En dan, als je ouder wordt, dan laat je dat op een gegeven moment los. Dan denk je,
kan mij het schelen. Wat had je ook een voorbeeld in gedachten? Dat je, als je met de coming-out zou komen, dat mensen dachten van, oh ja, dus hij is ook een soort Albert Mol, of een soort Jos Brink, of een soort... Had je niet echt... Ja, Jos Brink en André van Duin en dat soort mensen die op tv zijn, maar niet als... Maar dat is niet waar je voor hoeft te schamen, toch, voor André van Duin? Nee, te gek. Ik vind het nog steeds leuk als hij op tv is. Nee, natuurlijk niet. Maar het is niet dat ik hem wilde zijn, of Jos Brink wilde zijn. Maar je had wel, je wilde niet... Wel filmmakers, waarvan ik dacht van... Ja, welke filmmaker? Polanski? Nee, niet Polanski natuurlijk. Nou ja, de grote namen, Robert Zemeckis van Back to the Future. Ja. Niet zo lang geleden heeft hij Flight ook gemaakt. Castaway heeft hij gedaan. Dat vind ik een regisseur die zo'n beetje alle genres aan kan. Een comedy en een thriller wat Lies Beneath maakt hij. En dan maakt hij weer met Tom Hanks, Forrest Gump. Dat vind ik echt een hele gave regisseur. Ja, dus daar kon je wel mee identificeren. Maar toen je dus voordat je met als homo uit de kast kwam, zeg maar, dacht je niet van, dan denken ze altijd, homo's die willen altijd in vrouwenkleren, weet je wel, altijd onzin, dat het helemaal niet zo is. Ja, zo dacht ik wel. Ja, zo van, en die gay pride en dat we allemaal weer, zo ben ik niet. En een paar jaar later maak ik gewoon een film erover. Ja, nou zijn we op de film. dat is heel, heel sympathiek, want Chez Nous is de film over de gay pride. En je hebt fantastische films gemaakt. En wat ik vooral in jou bewonder, want ik heb de meeste gezien ook. Niet allemaal, maar dat kan ook niet, want het zijn er ook wel heel veel. Want ook heel veel televisieseries heb je gedaan. Ja. Moordvrouwen toch ook? Ja, Sjoef Sjoef. Sjoef Sjoef. Ik heb aflevering van Godlos gedaan, ook met een thema over twee jongens die verliefd worden op elkaar. Ja. Maar het grappige is dat je dus helemaal, als je dat mensen thuis denken, niet meteen van, oh ja, dat is nou typisch een filmregisseur. Zoals Paul Verhoeven, weet je wel. Je komt heel soft over, terwijl je als filmregisseur toch je zin door moet hebben. Ja, maar als je mij nu hier zit, dan, nu ben ik in beeld en zo, dat vind ik allemaal... Vind ik wel leuk, maar het is niet natuurlijk wat ik... De kijkers thuis vind ik ook leuk. Maar als ik op de set sta, dan ben ik gewoon echt een beest. Dan zit het echt... Wat leuk, dat kan je helemaal niet voorstellen. Dan ben je haast een acteur ook. Want je moet dan toch spelen dat je een beest bent. Nee, juist niet. Want je hebt een plan gemaakt van dat wil ik in beeld brengen. Die shots wil ik halen. En dan, dan moet je je crew motiveren en enthousiast maken. En gaan. En het is altijd het gevecht tegen de tijd. Ja, is dat zo? Ja, altijd. En, je komt altijd tijd tekort. Altijd tijd tekort. Ook al denk je van, zoveel draaidagen kunnen we het makkelijk halen. En dan heb je nog tijd tekort. Ja. Want je bent vooral technisch en voor de suspense, ook in Chez Nous, die is zo fantastisch. En de geloofwaardigheid ook. Ja, dankjewel. Waarom ga je geen nieuwe James Bond maken? Dat was natuurlijk een wens om ooit een James Bond film te mogen regisseren, ja. Ja, nee, dat is, ja. Maar met die special effects, daar ben je heel goed in. Special effects, ja. Nee, maar bij Chez Nous vond ik het thema dat het gaat over die vriendschap, het gaat over dat homocafé en dat straatje, wat dan heel belangrijk is. En dan gaan die mensen waar je het absoluut niet van verwacht, gaan dan een kraak zetten in een arena op de dag van de Gay Pride, omdat dan alle autoriteiten bezig zijn. En dat heeft Frank Houtappels bedacht, dat is een scenarist die ook wel kent van Schaap met de Vijf Poten, Gozer Vrouwen. En die heeft het bedacht en toen ik dat las, ik vond die combinatie van de ene kant het gay aspect en dan toch aan de andere kant de Mission Impossible en dat mixen met elkaar, dat vond ik, dat moet ik maken. Echte vriendschap. Wat is het nou eigenlijk? Hè? Ik bedoel, wanneer ben je nou een goede vriend? Dus, wat spreek je nou zo aan in die kroeg? Het is niet de kroeg. Doei. Ik heb een vriend. Dames en heren, Atje! Mijn god. Atje heeft er financieel zo'n puinhoop van gemaakt. Jongens, het bier is op. Het is het laatste fust. Als het zo doorgaat, Bertie, dan moet het pand geveild worden. Oké, ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb geld nodig. Heel veel geld. Dit is het topstuk van onze tentoonstelling, bestaande uit zeer zeldzame roze diamanten, zoals u ziet. Wat is dit? Dat is je vader. Je kan hem toch een kans geven? Een
kans. Een geslaagde kraak is uiteindelijk nog steeds een kwestie van een goede moker en een flinke dosis lef. En uiteindelijk gaat het altijd mis. Niet met mij erbij. En waarom heb je nou al die jaren vastgezeten? We doen het op de dag van de Kennel Parade. Dat kunnen wij toch helemaal niet? Normaal. Is toch niet serieus? Wie van jullie is fysiek het sterkst? Gijs. Dit is veel zwaarder, man! Wat doe ik? Jij zorgt voor de broodjes. Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft. En opgeven, dat doen we niet. Ik kijk, papa! Dit is niet wat je denkt! We hebben dat gezien ook. Kijk, zie je. Ken je? Want de oorspronkelijke affiche is anders. Dat is, ja. Het grappige is dat ik zat een beetje te googelen en toen kwam ik dat dvd-hoesje tegen. Ik wil automatisch zo doen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Toen zei ik, hey, maar kijk, nou, wat hebben Alex Klaassen, hebben ze veranderd gewoon in Alex Klaassen als man. En het titellogo is helemaal anders. Het is strak. En het is minder gay. En wist je dat niet? Nee, dat doet de distributeur. En die, want op de poster was echt zo. Alex Klaassen, drag queen. En dat vond ik. Dat wilde ik ook heel graag. Even de poster laten zien ook. Dat wilde ik ook heel erg graag. En dat contrast van met het midden gewoon een enorme drag queen. En daarachter en die mensen. En dan denk je, wat gaan die mensen doen met elkaar? Ja, dat is dan toch. Want hij heeft het niet heel goed gedaan in de bioscoop. En dat is waarschijnlijk waarom ze dat dan doen. Nou, maar nu is het een tutje. Ja, het is een beetje niksig dan zo'n postertje. Ja. Toch? Ja. Maar vind ik erg dat je daar helemaal geen zeggenschap over hebt dan. Mijn taak zat erop, dus dan doen zij dat. Ik had ook liever dat ze hadden. Maar kun je niet in je contract zetten dat je daar wel? Ik zou daar bovenop gaan zitten. Ja, maar ze hebben er echt heel veel geld in. En als zij dan, zij moeten natuurlijk ook het geld weer terugverdienen. Ja, ik ben ontzettend, ontzettend trots op die film. Ik heb goede recensies en ik heb me helemaal bedolven met mailtjes en mensen die het fantastisch vinden. Want er zit ook een hele lieve lijn in. Ahmed Akabi speelt Rashid. Ja. Die wordt voor het eerst verliefd. Nou, dat is zo niet, mooi. Je mag niet te veel zeggen. Ja, maar ik mag toch wel zeggen dat hij verliefd wordt. En nu ben je bezig met Wiplala. Wiplala, ja, naar het boek van Annie Schmid. Ja, Annie M.G. Schmid. Ja. Dat vind ik wel een eer. Ik vind het ook wel heel spannend, omdat je komt echt aan iemands jeugd. Wiplala zegt, mensen vragen van wat je doet. Ja, Wiplala, daar ben ik mee opgegroeid. En dat ze op die duif vliegen en dan op het dak van het paleis landen en zo. Ja. Maar zelf ben je ook met Wiplala opgegroeid? Ik heb vroeger gelezen, ja. Ik vond het heel spannend. En is die al helemaal klaar ook, de film? Nee, de opnames zijn net afgerond. Ik ben even op vakantie geweest en nu ben ik net weer terug. En ik ga morgen beginnen met de montage. Oh. Ik ben echt te popelen, want ik wil echt gewoon aan de slag. Maar je hebt wel natuurlijk al dingen gezien. Ook. Ja, natuurlijk. Ja, het materiaal dat krijg je natuurlijk als het gedraaid is. Dan krijg je het materiaal binnen en dan ga je allemaal weer de vol in en ook kijken welk shotje wel. En dan, het is gewoon een grote puzzel. Want het verhaal gaat over een klein wippelaar, dat is een mannetje van 10 centimeter. Die komt bij de familie Blom terecht. En hij kan tinkelen, dat is een soort van toveren. Dat doet hij wel goed, maar hij weet niet hoe hij het weer terug moet tinkelen. Oh, ja. En wat hij dan per ongeluk doet, is dat hij de familie Blom net zo klein tinkelt als hij zelf. En dan raken ze verdwaald in Amsterdam. Maar weet niet hoe hij ze terug moet tinkelen. Dus ja, dan heb je hele kleine acteurs. En dat is heel ingewikkeld. Dus dat, en heb je foto's? Want we kunnen nog niks laten zien. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen toestemming voor, maar ik heb mijn iPad meegenomen. Dus dat die. Even kijken, wat staat er dan voor? Zo'n kroon. Wat een mooie iPad, hè? Mooi hoesje. Mooi. En even kijken, nou, dit is de hoofdrolspeler. Kan ik zo laten zien? Dit is Sacha Milan, dus een acteur van. Hij is 10 jaar oud. Het is ongelooflijk wat hij doet. Dat ben ik. Hier staat Wiplala. Klein is je. Ja, dat heb ik zo. Ja, hier leg ik. Want hij moet natuurlijk ergens naar kijken. En we hadden Geza
klein uitgeprint. Dat kan tegenwoordig 3D-printen. Ja. En die gebruikten we dan eigenlijk gewoon voor de eyeliner, van waar je naar kijkt. Ik had verschillende kleine wiplaars. Dit is de staande, ik had een zittende, ik had een liggende. Dus dat... dit is Kay Ketelaar. En zij speelt Nella Della. En dat is het zusje van Johannes. Nou, Kay Ketelaar, dat wordt een nieuwe filmster. Oh, wat leuk, dat weet je al. Ja, dat weet ik nou. Dat is echt, echt te gek. Nou, hier nog een mooie shot. Ik moet wel goed. Zo, kijk, zo. Ja, zien dat zo. Mooi, hè? Pettige hand ook. Oh ja, dat is Peter Paul Muller. Ja. Ja. Je kan het hier ook zien. Hè? Ja, precies, ja. Oh ja, dit is... op een gegeven moment stelen ze een... ik weet helemaal niet of dit allemaal mag, maar dat maakt niet uit. Nee, maar dit is van de iPad, dus het is gewoon journalistieke nieuw... Op een gegeven moment stelen ze een speelgoedauto. Dus hier zit de familie Blom in en dan scheuren ze door Amsterdam. En dan krijg je echt een hele te gekke achtervolging. Die zat eerst niet in. Maar toen zei ik, ja, dat moet natuurlijk wel een beetje... Ja, achtervolging, dat hoort erin. Dat kan niet. Oh ja, dit is Rolf Dekens. Dat is de cameraman waar ik al heel lang mee werk. Oh. De allerbeste en allerleukste. En hier vliegt hij. Kijk, dit is leuk. Dit is met grommetje groene achterwand. Ja, en deze is dus een groene man, die straks niet, maar die helpt hem een beetje. Ja. Nou, leuk, hè? Ja. Ja. Deze kerst in de bioscoop. Met kerst is hij al in de bioscoop. Ja, het wordt een kerstfilm. Oh god, wat fantastisch. En wat doe je nog tot slot ook, hoor? Want Dominic Gremmet moet ook nog wat zeggen. Maar je doet ook reclame nog? Ja, ik maak commercials. Welke commercial bijvoorbeeld heb je gemaakt? Dat is al een tijdje geleden. Met Hans Klok heb ik niet zo lang geleden met een kluis die open moest. En er kwam al geld uit. En, oh, yeah. Maar daarna ben ik weer film gemaakt. Dat is een beetje moeilijk. Ik wil heel graag commercials doen. En ik had een tijdje dat ik ook heel veel commercials maakte. Maar dan doe je weer een film. En dan lig je er weer een beetje uit. Dus dan moet je heel erg je best doen om weer in de commercialwereld te komen. Oh, dat is bijna niet voor mensen dan, dat je dat altijd nog graag... Nee, het is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En moordvrouwen ook? Nee, dit seizoen had ik geen tijd. Ik moest wippelen rijden. Ja. Dus als er een vierde seizoen komt, zou ik dat ook heel graag willen doen. Maar het is fantastisch dat je dus constant werk hebt ook. Hè? Dat je dat achter elkaar doorgaat, het werk. Ja, en ik voel me ook verwend. Nou, ik bedank je voor het gesprek. Mag ik vond het heel leuk. Ja, natuurlijk. Zo, gaan we even kijken naar Dominic Gremmet, of hij er wat van opgestoken heeft en of hij ook wel eens naar de Gay Pride geweest is. Ja, zeker. Ja, ik heb er zeker wat van opgestoken, omdat ik er ook open voor sta. En ik ben ook wel eens op zo'n boot met de Gay Pride ben ik wel eens op een boot geweest. Ik vind het wel goed om dat ook, om solidair te zijn. Maar wat een heerlijk gesprek. Wat is dat mooi om te zien, die Tim Oliehoek bij u. In de vensterbank, is hij de warmte zelf? Hij is de warmte zelf. En wat lekker kussen ook. Echt luid kussen. Niet luchtkussen, maar echt luid kussen. De warmte zelf. Wat een liefde straalt er echt van hem af. En dan op de set. Op de set is die Tim ineens een beest. Ja, misschien moet u een keer op de set filmen. Want ik ben wel benieuwd hoe die zich als beest gedraagt. En wat me trouwens ook opviel is dat de regisseur dus geen invloed meer heeft op de hoes van de DVD. Dat viel mij ook op. Eigenlijk vind ik dat wel raar. Zou je dat als regisseur niet in je contract moeten zetten? Of moet je aan de andere kant gewoon afstand doen? Mijn werk zit erop, zoals Tim zegt. En zie maar wat je ermee gaat doen. Ja, dat is ook een opvatting. Daar is ook wel wat voor te zeggen. Om op het juiste moment afstand te doen. Mijn werk zit erop en ik zie wel wat er van komt. Als ouders heb je dat misschien ook wel eens. Kinderen die gaan het huis uit. Dus mijn werk zit erop, ons werk zit erop. En we zien wel wat er van komt. Welke vrouw of man mijn taak over gaat nemen. Afstand doen, dames en heren kijkers. En de nieuwe situatie ook op afstand bekijken. Het is mijn pakkian niet meer. Maar wel moeilijk hoor. Het is wel moeilijk als je ziet dat je schoondochter jouw zoon gewoon misbruikt. Dat is wel moeilijk. Of dat je zoon gewoon een slappe vaatdoek wordt. Ja, doe maar. Dat hij helemaal onder de plak zit. Ja, doe maar wat je zegt, schat. Of als je ziet dat je dochter onder de plak komt van bijvoorbeeld een slagersvrouw. Hè? Die gewoon de lakens uitdeelt. Of als je ziet dat je agressieve zoon zijn kwetsbare vriend vernedert. Ja, dan denk je wel, maar wat heb ik toch fout gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Wat moeilijk soms, hè, dames en heren kijkers. Afstand nemen
En dan toch ook geen oordeel hebben. Geen oordeel willen hebben, want je hebt het gehad. Dus je hebt je taak gedaan. Dus achter de rug. Afstand nemen en incasseren. Je schouders ophalen. Nou ja, goed. Zij zo, hè? Terwijl onderwerpen waar we de komende week over na kunnen denken, vind ik zelf ook, hoor. Heerlijk om weer zoveel stof tot nadenken te hebben. Nou, ik zou zeggen, een fijne voortzetting en terug naar het leuke stel, Tim en Margreet. Nou ja, nou, dat vind ik wel leuk om te horen dat hij dus jou ook een goede filmmaker vindt. Want hij is meestal nog wel heel kritisch, alleen maar Polanski en noem maar op. Dat was het alweer. Ik hoop dat u genoten hebt van deze uitzending. En schreeuw het van de daken dat er een programma is op de Nederlandse en Vlaamse televisie waar de mensen uit kunnen praten, wat met liefde gemaakt wordt door iedereen en wat onafhankelijk is ook. En u kunt het dus ook nog terugzien op YouTube. Een week nadat het op Auto 4 geweest is, kunt u terugkijken op YouTube. En tot de volgende week dan, hè. Doei! Zoep!